SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij SV Urk TV met deze keer een verslag van de competitiewedstrijd gespeeld in de hoofdklasse B tussen Urk en Buitenpost. Zaterdag 2 oktober en onze pupil van de week is Danielle Ras. Scheidsrechter bij de wedstrijd is de heer Jelle Besselsen en hij komt uit Barneveld. Natuurlijk eerst het voorstellen van beide teams aan elkaar, aan het arbitrale trio. En daarna is het de beurt, denk ik, aan onze pupillen van de week. Danielle Ras, hier samen met Klaas Romkes. En dan mag zij op de doelman van Buitenpost. Dat is Kevin van der Meulen. En die laat ze natuurlijk volledig kansloos. Dan gaan we verder met de wedstrijd. En we zijn een seconde of 30 bezig. Als de bal onderschept wordt door Urk, Klaas Romkes. Je ziet Johannes Schrijver op de buitenkant naar Iedeneintjes. Die komt met een voorzet. Die schiet enigszins door. En komt dan voor de voeten van Hessel Snoek. En dan hebben we 56 seconden gespeeld. Als Urk al op een 1-0 voorsprong komt. Tegen de nummer 2 van de ranglijst. Buitenpost. En een fantastische start natuurlijk voor de ploeg van Gert-Jan Karsten. Beter kun je je niet wensen. Goed, Buitenpost moet daarna natuurlijk eventjes de scherven bij elkaar rapen. En dat probeerde de ploeg ook. De bal rustig rond te spelen achterin. Hier een foutieve paas van de doelman van Buitenpost, Kevin van der Meulen. En een schot van Essel wat een meter of 3 naast het doel gaat. Hij verontschuldigt zich gelijk. Omdat hij een vrijstaande speler bij Urk over het hoofd zag. Buitenpost kreeg gedurende de eerste helft toch wat meer grip op de wedstrijd. Kreeg hij een corner. En die levert de ploeg weinig op. Dus balverlies van William de Boer. Dat is de overname van Buitenpost. En dit lepe balletje, tenminste het was bedoeld, gaat toch een meter of 2 over het doel van Richard Strijker. Die dit jaar nog maar 1 doelpunt heeft hoeven incasseren in de 5 wedstrijden die gespeeld zijn. Hier een overtreding van Benny Dunnik. De nummer 9, Rolf Dijk van Buitenpost. Een vrije trap waar Mark Huizinga zich mee zal gaan belasten. Tenminste, zo leek het. Dan is het toch een andere ploeggenoot van hem die de bal een metertje over en naast het doel van Richard Strijker schiet. Wederom de opbouw van Buitenpost. Ploeg die toch veelvuldig de lange bal hanteerde. Het Riekeld Nijntjes die overneemt. En een vrije trap meekrijgt. En die wordt snel genomen door Lucas Nagel richting Riekeld-Jan Brands. Die komt met een lage voorzet. Maar niemand van de spitsen van Urk die paraat staat om deze bal binnen te schieten. En zo staat het nog steeds 1-0 in het voordeel van Urk. Inworp voor Urk, Iedeneintjes, William de Boer. En die neemt de bal in 1 keer op de pantoffel. Maar ook deze bal gaat een meter of 3 naast het doel van Kevin van der Meulen. Pannaatje van Riekeld-Jan Brands. Johannes Schrijver. Buitenkant op Iedeneintjes. Die moet er nog even flink aan trekken om die bal binnen te houden. En uiteindelijk levert zijn actie een uitworp op. Is hier enigszins onzichtbaar, maar toch komt hij tot een voorzet. En dan gaat deze bal net voorlangs het doel van Kevin van der Meulen. Nog wel weer een aardige kans voor de Urker voetballers. Hessel Snoek. Iedeneintjes. Een slim paasje op Hessel Snoek, maar die kan de bal niet controleren. Komt dan met een voorzet. En dan komt Klaas Romkes te laat. Torbeteerde bij de keeper van Buitenpost. Maar die kan na een korte blessure behandeling weer overeind geholpen worden.
Nu ruim een half uur gespeeld. 1-0 in het voordeel van Urk. Een lange bal van Riekert-Jan Brans. Er zit Hessel Rompkes. De kopduel wint. Richting Johannes Schrijver. Johannes Schrijver met een voorzet. Komt Klaas Rompkes net te kort. En William Visser. William de Boer natuurlijk. Komt iets te laat. Die bal binnen te schieten. En weer toch weer het vrij vroege druk zetten van Urk. Op de verdediging van buitenpost. En dan is het Hessel Snoek die de bal verovert. Voorzet geeft op William. Maar die krijgt de bal niet goed onder controle. Zo gaat ook deze mogelijkheid voor Urk gaat verloren. Al komt er nog eentje. Maar dan is een fantastische redding op het schot van Hessel Snoek. Van keeper van de Meulen van buitenpost. Urk nog steeds in balbezit. Hessel Snoek. Hier in het velduel verwikkeld. Met Joshua Ottens van buitenpost. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Gaan we verder met de tweede helft. Klaas Rompkes trapt af namens Urk. En dan de eerste lange bal richting Hessel Snoek. Klaas Rompkes. Allemaal een beetje rommelig. En uiteindelijk is het doelman van de Meulen van buitenpost die in balbezit komt. Met een snelle spelervatting op zijn spitsen. Maar die kwamen er gedurende de wedstrijd niet echt aan te pas bij het centrale verdedigingsduo van Urk. En natuurlijk de beide backs. Is het William de Boer die het duel aangaat met zijn verdediger en een schot komt. En aan een wat moeizame redding van het keeper van de Meulen. En de rebound is niet besteed aan Klaas Rompkes. Zo staat er nog steeds 1-0. En mag doelman van de Meulen een doeltrap nemen. Hierin op corner van Urk genomen door Lucas Nagel. En een schotje van Johannes Schrijver wat net langs de verkeerde kant van de paal gaat. Zo Lucas Nagel weer, die opent op de rechterkant op Ieder Nijntjes. Dus opnieuw Lucas Nagel met de kopbal. Ziet Johannes en dan is het William de Boer, maar die schiet een metertje of twee over het doel met zijn verkeerde linkerbeen. En zo blijft het nog steeds 1-0 in het voordeel van Urk. En een klein gestaag neervallend motregentje gedurende de hele tweede helft. Opnieuw een hoekschop voor Urk genomen door William de Boer. Hoog en lang. En dan is het Riekert-Jan Brans die de bal diagonaal probeert in te koppen. Maar zijn bal gaat een metertje over het doel van buitenpost. En het werd er niet beter op gedurende de tweede helft. Het werd rommelig. Veel balverlies bij de ploegen. Dus het eigenlijk de eerste kans na 76 minuten spelen voor buitenpost. En is het Rob Schokker die de bal over het doel van Richard Strijker speelt. Dan heeft de assistent van scheidsrechter Besselsen iets gezien. En dat levert Gert-Jan Kasten van Urk een gele kaart op. Riekert Nijntjes. Ieder Nijntjes. Met lang en diep op Jelle de Boer. Die in de tussentijd was ingevallen voor Klaas Rompkes. En die probeert het maar eens met links. En zijn bal wordt geblokt door een speler van buitenpost. En levert Urk alleen een corner op. Hoekschop genomen door Lucas Nagel. Weer bij de tweede paal. En is Hessel Snoek. Die de bal niet goed raakt. En zijn kopbal gaat een meter of terug over het doel van buitenpost. Dus er blijft maar die 1-0 op het scorebord staan. 1-0 achterstand die buitenpost natuurlijk nog steeds hoop geeft. Hier is het Riekert Nijntjes. Diepe bal op Hessel Snoek.
in sprintduel. Dan wordt de bal volgetrokken. Maar dan is het uiteindelijk een verdediger. Dat is de nummer 6. Wessel van de Galien van Buitenpost. Die vlak voordat William de Boer de bal in zal schieten. Deze tot corner weet te verwerken. William de Boer. Sliding op eigen helft. En een lekker paasje op Jelle de Boer. Kapt hem af. En weer een fantastische redding van keeper Kevin van der Meulen. Die op in deze fase van de wedstrijd Buitenpost in de wedstrijd hield. Buitenpost dat trouwens driftig aan het wisselen was geslagen in de tweede helft. Nu is 5 nieuwe spelers waren in het veld gekomen. Dan gaf de ploeg toch wel wat meer elan nog. De voorzet. Er komt één speler van Buitenpost tekort en dan is het een schot en dan redt de paal Urk en Richard Strijker voor een tussenstand van 1-1. En zijn we ondertussen aanbeland in de blessuretijd. In totaal telde scheidsrechter best wel in een minuutje 4-5 bij. Maar je gaat tijd trekken, wissels, noem maar op. En Buitenpost begon te werken met de lange bal. Krijgt hier een vrije trap. Op de rand van de 16. Duwen van de Rikkelt-Jan Brands. Ten opzichte van Rob Schokker van Buitenpost. En dat levert natuurlijk een gevaarlijke situatie op zo vlak voor het einde van de wedstrijd. Het is de nummer 2 die de bal, Mark Huizinga, die de bal keihard in de muur schiet. Heurlijk nog steeds op een 1-0 voorsprong. Deze wedstrijd toch wel eigenlijk bijna ten einde. Buitenpost blijft er nog in geloven. Jelle de Boer die de verdedigers helpt. En is het Benny Dunnik. Met een paasje op Hesselsnoek. Paasje is net te kort. En nu de lange bal van Kevin van der Meulen. Die levert niks op. Dan zit hier een vrij trap voor Urk. Dan zit William de Boer. Die zijn tegenstander bezighoudt. Met een voorzet komt. En dan zie je Johannes Schrijver. En Hesselsnoek die samen verdedigen moet, is het uiteindelijk Ieder Nijntjes. Samen met Hesselsnoek een nieuwe aanval van Buitenpost weet te voorkomen. Handfout scheidsrechter Wessels voor het eind. Wint Urk de topper tussen de nummer 1 en 2 met 1-0. Blijft koplopen. En u kunt nog luisteren naar de beide interviews met de trainers. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Willem, vooraf de nummer 1, Urk, tegen de nummer 2, Buitenpost. Dan verwacht je toch wel goed voetbal. Hè? Doelpunten misschien. Maar dat viel een beetje tegen vandaag. Ik heb toevallig net iemand van de Leeuwarden Courant gesproken. En die had een leuke wedstrijd gezien, zei hij. Goed, ja, meningen verschillen. Ik heb geen goede wedstrijd gezien. Nee, was misschien geen goed voetbal. Maar zijn topwedstrijden altijd goed? Volgens mij nooit. En er komt bij dat ik denk dat beide clubs, zeker wij, ook op een plek staan waarvan je misschien moet denken van horen we daar wel, zijn we wel zo goed. Wij hebben die passie en strijd nodig die wij vandaag hebben laten zien. En goed voetbal, dat zeg ik, in een topwedstrijd heb je dat volgens mij niet zo vaak. Oké, passie en strijd heb ik ook gezien inderdaad van beide ploegen. Jullie creëren heel weinig, dat was wel opvallend. Pas de laatste 10 minuten dat je eigenlijk een beetje... Ja, van bank lange ballen en dan maar hopen dat hij goed valt. Bal op de paal, bal net over. Is dat symptomatisch voor Buitenpost dit seizoen, ondanks het feit dat ze tweede stonden? Nou ja, als we alleen maar dat zouden doen, hadden we geen 10 punten gehad, denk ik. Volgens mij moet je de wedstrijd even in 2 stukken knippen. De eerste helft was Urk beduidend beter. Veel felder in het begin, de eerste 20 minuten. En ik vond dat dat wel aardig ging, dat die ook wel, over dat goede voetbal, dat daar ook wel goed voetbal bij zat. Wij waren wat overbluft. We zijn nog niet gewend om tweede te staan, dus dan is een topwedstrijd voor ons ook nieuw. Dus ik vond Urk gewoon de eerste helft echt veel beter. En dan mogen blij zijn dat maar 1-0 is met de rust. Ik denk dat de tweede helft redelijk gelijk opging. Zeker de eerste kwartier, 20 minuten. En ik denk dat wij na het uur langzaam de overhand kregen. In ieder geval meer energie erin konden stoppen.
En dan creëer je inderdaad nog een paar kansen. Dan moet je ook een beetje geluk hebben. En dat hadden wij vandaag niet. Dus, maar ja, over het heel gezien denk ik dat de overwinning van Urk op zich wel terecht is. Hoewel wij natuurlijk graag gewild hadden dat balletje op een paal of die vrije trap of andere dingen. Dat je dus toch 1-1 maakt. Dan was het misschien niet helemaal verdiend geweest. Maar dan had je dat punt gehad voor het harde werken en voor de instelling. Maar op basis van de eerste helft heeft Urk verdiend gewonnen, denk ik. Had je vooraf een bepaald plan om Urk te bestrijden? Nou ja, je hebt altijd een plan. Wij voetballen eigenlijk op een bepaalde manier, met een bepaalde manier van druk zetten die wij onze laatste weken, waar we ook op getraind hebben. En dat hoopten we wel te doen, maar dat lukte vandaag niet goed. En dat heeft ook met de kwaliteit van Urk te maken. Oké, en nu verder. Volgende week weer een thuiswedstrijd. Ja, nee, wij doen het boven verwachting goed. Corona heeft buitenpost en niet in zoverre gered, onderaan twee jaar niet gedegradeerd. Nou, en als je dan een nieuw seizoen hebt en je staat nu op 10 punten uit 6 wedstrijden, dan denk ik dat wij daar heel trots en heel blij op mogen zijn. En volgens mij kunnen wij het iedereen heel moeilijk maken. Dus dat gaan we de komende week ook proberen te blijven doen. Oké, dankjewel. Veel succes de komende wedstrijden. Gert-Jan, tevreden met de 3 punten? Tevreden over het spel? Nee. Ja, nee. Ja, oké. Ja, nee. Dat is goed. Dat is een mooi antwoord. Tevreden met de 3 punten, maar niet tevreden over het spel. Nee, ik denk dat, ik zei vorige week hier van, er moeten heel veel mensen naar Urk komen kijken, want dat verdienen die jongens. En die waren er volgens mij ook, dat was best druk vandaag. En dan speel je nummer 1 tegen nummer 2, dan kom je in de eerste minuut op voorsprong. Dan denk je, nou, de drukte wat af en dan kunnen we vrijuit voetballen. Ja, dat hebben we niet gedaan. We hebben wel kansen gehad, ook genoeg om er veel meer te maken. En in de laatste 10 minuten zwijnen we gewoon met die ballen te paal, want anders dan geef je hier nog 2 dure punten weg. Maar overal, kijkt vanaf begin seizoen tot nu, moeten we gewoon heel tevreden zijn. Daarbij stonden we verdedigend vandaag ook weer meer dan uitstekend. Dus het is niet allemaal slecht, maar ik verwacht meer van mijn elftal. En ik ben, hebben we al vaker benoemd, maar ik ben een romanticus. Daarom ben ik naar Urk gekomen, maar wij willen ook op een bepaalde manier voetballen. Ja, en ook al waren we vandaag de terechte winnaar en de betere ploeg, we hebben niet het voetbal gespeeld wat we kunnen spelen. En ja, dan hebben we weer een week om dat aan te scherpen, want volgende week dan... Ja, dan kunnen we echt aan de bak. En dan ben ik benieuwd tegen een, in mijn ogen, een van de topfavorieten, of we dan ook echt mee kunnen. En dat zal nu een heel belangrijk examen worden. Ja, ik sprak van tevoren een van je spelers. Die zei, we moeten oppassen dat we buitenpost niet als een tussendoortje even vrij vertaald gaan zien. We moeten scherp, ook scherp aan deze wedstrijd beginnen. Is dan misschien het feit dat je na 56 seconden op 1-0 komt, werkt dat niet juist averechts? Dat de ploeg denkt van op dat moment van, oh kijk, we staan na een minuutje al met 1-0 voor. Nou ja, dat is wel het begin wat je wil, want ik loop altijd te mopperen dat we die eerste bal erin schieten. Nou, daar was nu geen sprake van, dus dat is prima. Ik vond na vorige week wel wat veel euforie. Ik snap dat het voor Urk heel belangrijk is, Flevo Boys, maar we spelen competitievoetbal en we spelen geen dorpenstrijd. Dus ik vond na Flevo Boys iedereen heel positief en ik was zelf ook blij met de derby. Achteraf hebben we ook daar terecht gewonnen, maar ook vorige week konden we eigenlijk veel beter dan we lieten zien. Dus ik vind eigenlijk dat we gewoon op dit moment, en dat is lekker als je bovenaan staat met 16 punten, maar wij moeten echt wel heel kritisch zijn, want in balbezit kunnen we zoveel meer door een simpele oplossing zoveel meer brengen. Dat er eigenlijk, dat klinkt gek, maar ik vind dat we nog niet eens op halve kracht zijn, want wij kunnen echt veel en veel beter. Ga er van de week aan doen dan om van die halve kracht, driekwart, hele kracht te krijgen? Nou ja, we zijn bezig met een oefenwedstrijd, dus ik hoop dat dat lukt. Want we hebben ook een aantal jongens die moeten gewoon weer aan speelminuten komen. Want doordat je goed presteert, laat je heel vaak je basis staan. Daardoor is het ingespeeld, daardoor geef je weinig weg. Maar daardoor heb je natuurlijk ook een deel van de selectie die dan minder speelt. Dus daar moeten we wat mee aan. We gaan lekker scherp trainen. Dus de basis zal niet in actie komen, maar die zullen dan wel gewoon trainen. Ja, en volgende week Eemdijk, dat zijn de affiches volgens mij. En als trainer hoef je daar een ploeg niet voor te motiveren. En ik krijg altijd te horen van Urk is tegen de goede ploegen heel goed en tegen de mindere ploegen laten ze het vaak liggen. Nou, we hebben tot nu toe 16 punten gehaald en we hebben nu straks, volgende week gewoon een prachtige wedstrijd. En dan hebben we het spel gewoon in eigen hand. En Eemdijk zal er ook met een heel aanvallend spel tegenover staan, normaal gesproken. Dus ik verwacht volgende week echt een prachtige wedstrijd. En dat alleen al moet genoeg zijn voor wat meer scherpte. Oké, dankjewel Gert-Jan. Veel succes.